De gemeenteraad van Woerden adviseert de minister om burgemeester Victor Molkenboer opnieuw voor een periode van 6 jaar als burgemeester van Woerden te benoemen. De zittingstermijn van Molkenboer zit er bijna op en volgens procedure moet dan 4 maanden van tevoren bekend worden wat de voorkeur van de gemeenteraad is. Gisteravond maakte commissievoorzitter Henry van Assem de voordracht, oftewel aanbeveling aan de minister, bekend. Voor de nieuwe ambtsperiode, die februari volgend jaar ingaat, heeft de gemeenteraad nog wel wat wensen. In overleg met de burgemeester is afgesproken om in de komende 6 jaar, aanvullend aan de profielschets, een aantal zaken extra aandacht te schenken. Zo wil de raad een bestuurlijke toekomstvisie voor Woerden. De burgemeester kan daarbij vanuit zijn rol en zijn kwaliteiten als bruggenbouwer een verbindende en coördineerde rol richting inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners vervullen, om deze visie samen te ontwikkelen. Voorafgaand aan het raadsbesluit buigt een vertrouwenscommissie zich over de vraag of met een zittend burgemeester wordt doorgegaan of dat er een nieuwe zou moeten aantreden. Dat gebeurt volgens een vaste procedure. Wat er allemaal omgaat, dat is allemaal netjes in de wet omschreven. En de minister heeft er nog een brief over geschreven over hoe een gemeenteraad het moet gaan doen. Dat is een circulaire. En daar is dat eigenlijk wat je precies moet doen. En de commissie moet de verslagen bekijken van de afgelopen jaren, van de gesprekken die met de burgemeester zijn gevoerd. En ze moeten kijken naar de profielschets die 6 jaar geleden is gebruikt om de burgemeester aan te nemen. Het is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met de functioneringsgesprekken wat je hebt bij je bedrijf, zeg maar. Dus dat is het werk wat je met elkaar doet. En daarnaast heeft de commissie de mogelijkheid om ook mensen te horen en te spreken. En spreek je ook met de commissaris van de Koning. En je spreekt met de burgemeester zelf uiteraard om eigenlijk met elkaar een beeld te bepalen en een advies op te stellen. Dat advies dat legt de commissie vervolgens voor aan de gemeenteraad en die gaat daarover stemmen. Dus zo werkt het. En dat is vanavond gebeurd. Was de stemming unaniem? Daar kan ik geen uitspraken over doen, want dat is ook in de wet omschreven. Dat blijft allemaal geheim. Dus dat blijft tot de beslotenheid van de commissie en de raad tot in eeuwigheid. Dus daar moeten we altijd onze mond over houden. Molkenboer startte 6 jaar geleden met een heel andere gemeenteraad en coalitie dan waar nu sprake van is. Zo zitten er nu veel meer lokale politieke partijen in de gemeenteraad en zelfs 1 in het college. Maar dat maakt volgens de burgervader niet veel verschil. Nou, niet echt. Het is ook een uitvloeisel van de lokale democratie. En ik heb altijd gezegd, mij maakt het niet uit hoeveel partijen er zijn. Want nogmaals, dat komt voort uit de verkiezingen en dat is een groot goed. En daar moeten we het mee doen. Dus ik vind dat geen enkel punt. Natuurlijk een belangrijke vraag voor de burgerij. Wat zijn uw plannen? De plannen van de burgemeester die zijn er niet echt. Hè. Het is zo dat de burgemeester natuurlijk een hele andere rol vervult dan de raad en de wethouders. Maar er is wel een profielschets geweest in 2012. En met de vertrouwenscommissie hebben we goed overleg. Ook opnieuw naar die profielschets gekeken om te kijken of we nieuwe accenten voor de komende 6 jaar kunnen aanbrengen. En die zijn geformuleerd. En dat betreft bijvoorbeeld ook weer uitdagingen op het gebied van regionale samenwerking. Een verdere uitwerking van burgerparticipatie, zaken, de media en de democratie. En dat soort dingen is verder uit te werken. Dus ook voor de lokale omroep van belang. En zo zijn er nog een aantal dingen, maar daarover zal nog wel verder gecommuniceerd worden. En in aanvulling op de taken en de portefeuilles die ik heb, ga ik me daar vol voor inzetten. En u heeft ook vanavond kunnen horen Woerden op de kaart blijven zetten. En dat ga ik met veel energie en enthousiasme ook de komende 6 jaar in samenwerking met raad en mijn college weer voor inzetten. Het is nu aan minister Ollongren om de aanbeveling van de gemeenteraad van Woerden over te nemen. Gebeurt dat, dan vangt de nieuwe ambtstermijn van Victor Molkenboer in februari van het volgend jaar aan.